Goedemorgen. Het wordt een prima dag vandaag om onder andere naar de stembureaus te gaan. Het is droog op de meeste plaatsen en de zon die laat zich ook zien. Op de radar zien we nog een paar buitjes over het land trekken, maar die gaan geleidelijk aan verdwijnen. In de loop van de ochtend blijft het eigenlijk al overal droog en vanmiddag is dat ook het geval. De temperatuur die loopt op in de loop van de ochtend naar zo'n 4 à 5 graden en geleidelijk aan komen er dan ook wat stapelwolken bij. Een enkele bui die de eerste uren van de ochtend valt kan nog gepaard gaan met natte sneeuw of wat hagel. De wind waait uit westelijke richtingen en vanmiddag is dat ook het geval. De temperatuur ligt dan tussen de 7 en de 8 graden. In het zuiden kan het zelfs nog een graadje warmer worden. En mensen die vanavond naar de stembussen gaan, die hoeven ook geen rekening met neerslag te houden, want het blijft nog overal droog. Wel neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en rond het midden van de avond is het zo'n 2 of 3 graden. Fijne dag.